Gemeente, de prediking, de oudejaarsprediking vanavond gaat over de gelijkenis die we gelezen hebben. Matteüs 25, de eerste 13 versen. Wat we nu lezen is het laatste vers, want daar trekt de Heer Jezus de conclusie uit het verhaal. Matteüs 25, 13 lezen we nu. Zo waakt dan. Want gij weet de dag niet, noch de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Het thema voor de preek staat in vers 10b. De deur wordt gesloten. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats, het is zeker dat de deur wordt gesloten. In de tweede plaats, het is niet bekend wanneer de deur wordt gesloten. En in de derde plaats, er valt een definitieve scheiding als de deur wordt gesloten. Gemeente, jongens en meiden, de Heer Jezus vergelijkt zijn koninkrijk met een bruiloft. Je weet wel, als een jongen en een meisje met elkaar verkering krijgen, elkaar lief hebben. Ik geniet er altijd van als ik dat zo zie gebeuren in de kerk. Hé, die zit ook met iemand naast zich. En als dat blijft en de Heere bestendigt die liefde, dan komt het tot een bruiloft. Dan wil je trouwen om voorgoed samen te zijn. Dat was in het oosten een hele belangrijke gebeurtenis. Een geweldig groot feest dat dagenlang duurde. En het belangrijkste moment was dat als de bruidegom in de avond in een grote optocht met zijn vrienden zijn bruid ging afhalen in haar ouderlijke woning. Na een hartroerend afscheid leidde hij haar dan in een feestelijke stoet naar zijn eigen woning. Of een ruimte waar het feest werd gevierd. Dan was er muziek en zang. En omdat het 's avonds gebeurde, waren er ook lichten nodig. Fakkels, lampen. Bij dat woord fakkel, hier in onze tekst, moet je denken aan een stok met een soort busje erop. En daar zit hyssop in of iets anders in ieder geval. Olie ook. En daar hebben ze pit van gemaakt. En dan, als je dat aansteekt, krijg je een vlam. En dan heb je dus een lamp. Zo ongeveer moet je je dat voorstellen. In de gelijkenis heeft de bruid 10 vriendinnen bij zich. Ze komen allemaal naar buiten, de bruidegom een eindje tegemoet vast. Ze hebben hun lampen, hun fakkels bij zich. Al die olielichtjes geven een feestelijk gezicht, net als bij ons de kerstverlichting. Dat kan ook heel gezellig zijn als je kaarsjes aansteekt, of dat nou elektrisch is of echte kaarsjes, en een slingertje met dit en met dat. Straks dan ruimen we dat weer allemaal op. Nieuwjaar, maar er zit iets feestelijks in. Ze lopen alvast tot een bepaald punt en daar wachten ze op de bruidegom. Maar het duurt nog een poos voordat die komt. Ze gaan er toch maar liever bij zitten. En als het nog langer duurt, dan hangen ze een beetje tegen elkaar aan. En op den duur vallen ze in slaap. Alle 10. Maar dan opeens klinkt het geroep: ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Ze schrikken wakker. Oh, de bruidegom. En ze willen hem tegemoet gaan met hun brandende fakkels. Maar wat is dat? Van sommigen is de olie op. Ze kunnen geen lichtje meer maken. En nu kunnen ze niet mee naar het feest.
voor de anderen die genoeg olie bij zich hadden en gauw even hun fakkeltje, hun lampje bijgevuld hebben, wordt het schitterend. Die mogen mee naar de bruiloftzaal. En degenen die zonder lamp waren, die bleven achter. Dat is het verhaal wat de Heer Jezus vertelt. En waarom vertelt hij dat nou? Ja, dat lazen we zo straks, hè? In vers 13, de conclusie. Om ons te waarschuwen. Om ons te zeggen dat we moeten waken en bidden en verlangen naar de komst van de bruidegom. En dat we ook zullen getuigen van zijn liefde. Getuigen van de Heere Jezus. En dat hij komt. En dat er een bruiloft is. Maar dat niet alle mensen daar tegenwoordig zullen zijn. De lamp is een symbool van ons getuigenis dat we geven. De olie wijst op de Heilige Geest. En het vat waarover geschreven wordt, dat zijn wij zelf. Om te verlangen naar de komst van de bruidegom en van hem te getuigen, moeten we vervuld zijn met de Heilige Geest. Afgebeeld in die olie. Dan zijn we waakzaam en dan zijn we ook bewogen. En als de Heilige Geest in je hart is en je hebt de Heer lief, dan ben je ook bewogen met anderen. Daar bid je voor. Als het even kan, spreek je daarmee. En in alle liefde probeer je die mee te krijgen. Mensen te leiden tot Jezus. Zonder olie zijn betekent straks geen bruiloftsfeest. En dat is eigenlijk de kern van deze gelijkenis. Gemeente, geen onderwerp in het Nieuwe Testament wordt zo vaak aan de orde gesteld als de wederkomst van de Heer Jezus. Het onderwijs van Jezus en de apostelen is helemaal doortrokken met die gedachte: de Heere komt. Het Nieuwe Testament telt 280 hoofdstukken en daarin wordt 300 keer gesproken over de wederkomst. Nou, dan kunt u wel aanvoelen hoe belangrijk dat is. En waarom is dat? Om ons er goed van doordrongen te laten zijn. Niet alleen om de datum te berekenen of zo, want dat kunnen we toch niet. Maar om bereid te zijn voor zijn komst. En daarom is het goed om op de laatste avond van dit jaar daarbij stil te staan. Vanavond gaat er ook een deur achter ons dicht. Als de klok 12 uur slaat, valt de deur van het afgelopen jaar onherroepelijk in het slot. Op zichzelf niks bijzonders. Ik hoop dan heerlijk te slapen. En wat u doet, dat moet u weten. Al dat geknal. Als je nou nog vuurwerk hebt wat mooi is, maar alleen maar die knallen. Die mensen die zouden eigenlijk eens een poosje naar Gaza verhuisd moeten worden. Of naar Oekraïne. En dan bedenken, waar zijn we eigenlijk mee bezig? We hoeven er ook helemaal niet sentimenteel over te doen. Dat we de drempel van het oude en het nieuwe jaar overgaan. Natuurlijk, we mogen op oudejaarsavond terugzien op wat er gebeurd is in 2023. Terugzien op Gods goedheid en op Gods trouw en wat Hij ons allemaal gegeven heeft. Maar zo straks bleek al bij de eerste psalm die we zongen, als we terugzien, dan missen we anderen.
die we hier op aarde niet meer tegen zullen komen. Dat hoort ook bij dat terugzien. En wat dacht u van je eigen leven waarin je verkeerde beslissingen nam of zonden hebt gedaan? En dat in het licht van Gods trouw. Reden genoeg eigenlijk om vanavond, net als de verloren zoon, naar de Heere te gaan en te zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet waard uw kind te zijn. En als je dat echt meent, dan zul je ervaren dat je niet meer uit kan spreken wat die verloren zoon nog wilde zeggen. Die kon het ook niet, want zijn vaderarmen werden om hem heen geslagen. Maar het is vooral vanavond de bedoeling dat we vooruitzien naar de toekomst. En dat is wat de Heere ons leren wil in deze bekende gelijkenis over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Een gelijkenis met een rijke inhoud. Er is een koninkrijk, dat komt, een bruidegom, een bruidstoet. Maar de spits van het verhaal is dat het zeker is dat de deur eenmaal dicht gaat. En ook dat die deur nu nog open is. Dat staat in de eerste twee versen. Ik pak mijn Bijbel dan even bij. Als dan, hè, als Jezus komt, zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. 5 waren er wijs en 5 waren er dwaas. Als dan. In de voleinding der eeuwen, zoals beschreven in hoofdstuk 24, vlak voor de tijd van de wederkomst van Christus. En in die tijd leven we nu. In de tijd van al die rampen en oorlogen en besmettelijke ziekten en bosbranden en overstromingen en vulkaanuitbarstingen en aardbevingen en vloedgolven en ga zo maar door. Openbaring schrijft over de schalen van Gods toren die over de aarde worden uitgestort. Toch gaat deze gelijkenis niet over hoe de wereld er dan uitziet. Dan moet je andere gedeelten nemen. Zoals in de dagen van Noach en zo zal het zijn. Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat er nu over hoe de kerk van Christus er dan zal uitzien. Het koninkrijk der hemelen, zegt vers 1. Dat is daar waar de Heere koning is. Daar is het koninkrijk der hemelen. En waar hij als koning wordt gediend. Is dat bij u al zo? Dat zal toch wel? Bij velen? Niet bij allen misschien? Dien je de koning? Is Jezus koning in je hart? Heb je hem lief gekregen? Wil je hem volgen? Ben je met hem verbonden door het geloof? Ja, nou dan is daar een stukje koninkrijk. Al is het in dit leven nog niet volmaakt, dat komt pas straks, als hij komt op de wolken. Maar de Heere zal dan koning zijn over heel de wereld. En dan zullen er ook geen tranen meer zijn van verdriet en gemis en rouw. En als die toekomst van de Heere gemaakt, dan zal het koninkrijk, zegt Jezus, gelijk zijn aan bruidsmeisjes. Daar kijken we even van op. Meisjes die op weg zijn naar de bruiloft. Op een feest dien je jezelf te verheugen. Dat hoort erbij bij een feest. De kerk van Christus is onderweg naar de bruiloft. Is dat toch wel genoeg te zien in ons leven?
Weet je nog van kerstdag? Die engel die verkondigde grote blijdschap aan de herders. Een heerlijk evangelie. Dat blijdschap ten gevolge zou hebben. En dat mag te zien zijn in ons leven. Vreemd eigenlijk. De wereld maakt zich rijp voor de ondergang. En die hebben pret en plezier. En de kerk van Christus is op weg naar de bruiloft. En daar is soms te weinig blijdschap. Door gebrek aan geloof. Door gebrek aan verbondenheid met hem. Die meisjes zijn alle 10 op weg naar het feest. En daarop verheugen zij zich alle 10. Tenminste, zo komt het over. Het zijn er 10. Het getal van de volheid. En het zijn maagden, staat er. Meisjes. Een tere naam om het karakter van de gemeente van de Heer Jezus Christus af te beelden. De meisjes zijn samengekomen om vanuit het huis van de bruid op weg te gaan en de bruidegom tegemoet te gaan. Straks zal de bruidegom komen en dan zijn ze er al. Het is duidelijk wie de bruidegom is. Daar hoeft u niet lang over na te denken. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. Die komt om zijn bruidskerk binnen te leiden in de feestzaal van de bruiloft van het Lam. En wie zijn nu die bruidsmeisjes? Is dat heel de kerk? Was het maar waar. Want alle 10 verwachten die meisjes, alle 10 verwachten ze de bruidegom. En dat kan helaas niet van alle kerkmensen gezegd worden. Hoeveel zijn het er niet die in dit leven de dingen veel belangrijker vinden dan de toekomst. En die verder niet zo erg bezig zijn met de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Er zijn altijd meelopers die wel gedoopt zijn en ook belijdenis gedaan hebben. Eventueel nog ijverig meedoen, de rechte leer aanhangen, dezelfde psalmen zingen, uiterlijk hetzelfde gedrag vertonen als anderen en toch niet echt verlangend uitzien naar de komst van de bruidegom. Dat bent u toch niet, hoop ik. Zo ben jij toch niet, hoop ik. Want dat is niet best. Bij die 10 meisjes gaat het heel wat dieper. Ze houden er alle 10 rekening mee dat de bruidegom komt. En ze zijn alle 10 op weg naar de bruiloft en daar verheugen ze zich op. Alle 10. Kijk maar naar de gelijkenis. Alle meisjes hebben een lamp bij zich. En een staf met een bekken met olie. Bij alle 10 brandt de lamp. Op het eerste gezicht is er helemaal geen verschil te zien. Maar er staat wel. 5 van die meisjes waren dwaas. En 5 van die meisjes waren wijs. Maar hun dwaasheid bestaat niet daarin dat ze met de godsdienst spotten of zo. Of in openbare zonden leven. Of dat ze bewuste huichelaars zijn. Integendeel, ze zijn er allemaal vast van overtuigd dat ze naar de bruiloft gaan. En dat ze straks allemaal de bruiloftzaal binnengaan. Ze zijn niet van elkaar te onderscheiden. En dat maakt het juist zo moeilijk. Ze bidden en ze spreken over God en over de Heer Jezus en dat Hij komt op de wolken van de hemel. Ze zijn de besmetting van de wereld ontvlucht. Ze hebben vreugde gevonden in de dienst van God. Ze getuigen van zijn woord, hun lamp brandt. Daar gaan ze. Een bruiloftskleed aan.
een fakkel in de hand, olie in de lampen. Ze verspreiden licht in hun omgeving en ze wachten op de komst van de bruidegom. Ze zijn er helemaal druk mee. Andere mensen zeggen, nou, als die er niet komt, wie zou er dan wel komen? Ziet u wel, al die meisjes verwachten de bruidegom. Al die meisjes weten, als hij komt, dan gaat de deur dicht. Dan is de genadetijd voorbij. Gemeente, jonge vrienden, reken je daar ook mee? Ik vraag niet eens of je tot die wijze meisjes behoort. Laat ik eerst eens vragen, hoor je bij een van de 10? Hoor je bij een van deze 10 die hier beschreven worden? Reken je echt met de komst van Christus? Het zou al heel veel gewonnen zijn als iedereen in de kerk voor ogen stond dat de bruidegom komt en dat straks de deur van de bruiloftzaal dicht zal gaan. Dat de deur van het oude jaar straks dicht slaat, dat is tot daaraan toe. Maar als de deur van de bruiloftzaal, van de eeuwige bruiloft, dicht gaat, waar ben je dan? Waar ben jij dan? Waar ben u dan? Aan de binnenkant van de deur? Of aan de buitenkant? Hoe leef je naar die grote dag toe? Ik was pas geleden nog bij Henry de Koning. En die zei, ik vraag maar steeds, Heere, komt u me alstublieft halen. Nou, dat zal ook niet lang meer voor hem duren. Hoe leven wij naar die grote dag toe? Zijn mensen die leven in onverschilligheid. Die denken, nou ja, we zullen wel zien wat er van komt. Anderen leven in ontzettende angst van, ja, maar dan, als ik buiten sta, dan ga ik verloren. Er zijn ook mensen, en ik hoop dat u er eigenlijk allemaal bij hoort, die hebben een groot verlangen naar de komst van de bruiloft. Eén ding is zeker, straks gaat de deur voor eeuwig dicht. Dat was het eerste. De deur wordt gesloten. De deur gaat voor eeuwig dicht. Dat is een ding dat zeker is. Maar nu, wanneer de deur wordt gesloten, is niet bekend. De bruidegom komt, maar hij heeft niet de precieze tijd aangegeven. Hij heeft alleen bekendgemaakt, het kan lang duren, het kan korter duren. En wachten duurt lang. De bruidegom komt later dan die 10 meisjes gedacht hadden. De eerste uren gaat het nog wel, maar als dan de tijd verstrijkt, dan, en de bruidegom komt niet opdagen, dan vallen ze uiteindelijk in slaap. En dat is nu een beeld van de kerk in de wereld. In de wereldgeschiedenis. De Heer Jezus had gezegd, zie, ik kom spoedig. De apostelen hebben dat overgenomen en gepreekt, de toekomst van de Heere genaakt. De lenden waren omgord en de lampen brandende. Met warme liefde getuigden de eerste christenen van de komende bruidegom. En ze hadden er alles voor over. Maar de jaren gingen voorbij en rijgden zich tot eeuwen. En de Heere kwam niet. De spotters begonnen ermee te spotten. Waar blijft de dag van zijn toekomst? En de gemeente viel in slaap.
Soms, in tijden van vervolging en verdrukking, werd het verlangen naar de wederkomst weer sterk. Ik denk aan de tijd van de Reformatie, de Inquisitie, Guido de Bray. Die eindigt zijn geloofsbeleid. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen, om ten volle te genieten de belofte van God in Christus Jezus, onze Heer. Dan wordt het verlangen weer sterk als er verdrukking komt. Dat is bij de verdrukte, bij de lijdende kerk ook het geval. De Heere komt. Maar in tijden van welvaart komt die toekomst van het koninkrijk soms ver van ons af te staan. De bruidsgemeente is het wachten moe en valt van vermoeidheid in slaap. Misschien zegt iemand van u, maar waarom wacht de Heer Jezus dan zo lang om te komen? Kan die dan niet wat eerder komen? Ja, dat kan. Hangt ook van u af hoor. Of die wat eerder komt. Want in de eerste plaats, hij is nog langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaat. Hij wil niet dat jij of u verloren gaat. En daarom verlengt hij je genadetijd. Want hij komt als rechter voor de ongelovigen. Maar hij geeft ons nog genadetijd en er is nog een reden dus. Er is nog een reden dat hij vertoeft om te komen. En dat is die lamp is een symbool van het getuigen van de Heere Jezus. En dat heeft alles met dat eerste te maken. Mensen te winnen voor Christus. En die olie van de Heilige Geest. Hoe meer wij getuigen, hoe eerder hij komt. Daarom zeg ik, daar kunt u ook iets aan doen. Als hij vertoeft, is dat eigenlijk een veroordeling? Misschien getuigen wij te weinig. Misschien leiden wij te weinig zondaren tot Jezus. Misschien zijn we zelf wel in slaap gevallen. En de Heere Jezus heeft gezegd, ik kom niet voordat de bruiloftzaal gevuld is met aanzittende gasten. Dus hij verlengt onze genadetijd om de Heer te zoeken en te vinden. Hij heeft nog geduld met goddelozen, mensen die niets van hem moeten weten. En die wachttijd, in die wachttijd beproeft hij de gelovigen. Voor ons de vraag, schijnen wij ook echt als een licht in deze donkere wereld? Volharden wij tot het einde? Zijn we aangesloten op de bron, op God, op de Heilige Geest? Zijn we gedreven om anderen tot Christus te leiden? Misschien wel in je eigen familie. Broers of zussen, mensen die het hebben opgegeven om naar de kerk te gaan en die niet meer in de Bijbel lezen en die niet meer bidden. Maar dan kun je toch nog wel mee in contact blijven. De ster is opgegaan in Jacob. En daar mogen we toch op wijzen. Wat is de Heer toch langmoedig als je hoort en ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt nu. Wat een zonde, wat een ongerechtigheid. Een afwijken van Gods geboden. En dat moet dan horen bij de mensenrechten binnen de Europese Unie. Het is een wonder dat God nog geen vuur van de hemel laat neerdalen. Daarom heeft hij ons ook gespaard in het afgelopen jaar. En het is goed om daar vanavond bij stil te staan. U die nog zonder God doorleeft, zonder God echt te dienen met heel je hart en al je liefde.
De bruidegom wacht nog op je bekering. Ja, zegt u misschien, maar dat moet God doen. Nee, dat moet u doen. Er staat nergens dat God dat moet doen. Altijd zegt de Heer, bekeert u, bekeert u. Waarom zou je sterven? Dat mag u ook wel meenemen vanavond. De bruidegom vertoeft te komen omdat alle bruiloftsgasten nog niet binnen zijn. Maar hoe zit het dan met de bruidsgemeente? Ja, die dreigt ook in te slapen. In de slaap van zorgeloosheid of beslommeringen van dit leven. Als je slaapt, zijn je ogen gesloten. Dan zie je niks. Dan zie je Christus niet, je ziet je zonde niet. Je ziet de noodzaak van bekering niet. Je ziet de noodzaak van het bidden, het gebed niet. Er komt lauwheid en dorheid en verachtering en de slaap. In de slaap is er geen verschil te zien tussen de wijze en de dwaze meisjes. En denk eens aan Petrus, Jacobus en Johannes, die letterlijk in slaap vielen, juist op het moment dat de Heere Jezus dat het meest nodig had, in de hof van Gethsemane. En toen was de Heere Jezus ook wel heel erg teleurgesteld. Kun je dan niet 1 uur met mij waken? Gemeente, als je dicht bij de Heere leeft en op Hem hoopt en in Hem gelooft en van Hem zingt en Hem verwacht, ja, dan is het geen kunst om wakker te blijven. Dan denk je, wat zou ik voor Hem nog kunnen doen vandaag? De Heere geeft me weer een dag. Maar als je door een slordig leven de dagelijkse omgang met de Heere Jezus moet missen, dan begin je te sluimeren. God houdt zijn kerk wel in stand, maar als de bruidegom weg is, kan de liefde verflauwen, de ijver, de liefde verkillen, je gebed verslappen, het woord doet minder kracht. Je krijgt vrienden die je van de dienst van de Heer aftrekken en langzamerhand wordt het nacht in je leven, donker en doods. Alsof er nooit leven geweest is. Geen verlangen naar de bruidegom. Geen verwachting van die grote dag van Christus' komst. Ziet u het? Zo voor het oog is er geen verschil tussen de wijze en de dwaze meisjes. Ze werden allemaal sluimerig en ze vielen allemaal in slaap. Je weet nog wel dat hij komt, maar je rekent er niet meer mee. Je bent er niet meer op betrokken wanneer hij komt. Ze vielen in slaap. We lezen over een verschil tussen de wijze en de dwaze meisjes in vers 3 en 4... Die dwaas waren haar lampen nemende, namen geen olie voor zich. Maar de wijzen namen die in haar vaten met haar lampen. Blijkbaar is er toch een wezenlijk verschil. Dat woordje wijs heeft niks te maken met je kopje koppie. Dat is niet verstandelijke wijsheid, het gaat hier om je hart. Een liefhebbend hart. De kennis van je hart. De dwazen zien niet waar het op aankomt. Ze zijn sterk bezig met het leven dat voorbij gaat. Ze denken gauw dat het toch wel goed komt. Er zit iets oppervlakkigs in. Als je vraagt, hoe heb jij nou de Heere Jezus leren kennen? Dan houdt de wagen soms zomaar stil. Ze doen mee. Ze hebben een lamp. Maar ze zijn niet als een vat dat gevuld is met de Heilige Geest. De wijzen zijn verlicht met de kennis van Christus.
En ze leven ook met hem en uit hem. En ze zorgen voor olie. Het gebed gaat door tot God en de geest werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Uiteindelijk bleek het verschil tussen de wijze en de dwaze meisjes heel duidelijk. We moeten klaar zijn voor de komst van Christus. Lieve gemeente, dan moet je met God verzoend zijn. En dan moet al je schuld en zonde vergeven zijn. En anders kun je niet met een gerust hart de komst van de Heere tegemoet zien. Dan kom je voor een gesloten deur. Dat woordje dwaas van die dwaze meisjes wijst dus op je eigen schuld. Op het niet verstaan van je eigen verantwoordelijkheid. Onze relatie met God moet goed zijn. Christus moet onze borg zijn. Mag u dat toch wel weten? Dat hij uw borg is, in uw plaats gegaan is. En dat de opening, de deur naar het koninkrijk voor u openstaat. Dat u al binnengegaan bent, want als de Heer Jezus in je leven gekomen is en je hebt hem lief gekregen en je hebt een nieuw hart gekregen, en je, dan leef je voor hem. Dan is er een stukje van het koninkrijk in je. En dan gaat je lamp ook branden. Laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Het is oudejaarsavond. In de krant kun je lezen hoe het er in de wereld bij staat. De Heere Jezus zegt ons vanavond hoe het er met de kerk bij staat. De wijze en dwaze meisjes zijn allebei in slaap gevallen. Niet alleen degenen die de gedaante van Gods zaligheid vertonen, maar ook degenen die een levende relatie met de bruidegom hebben en nauwelijks rekenen met zijn komst. Maar dan worden ze opeens alle 10 wakker. Want dan klinkt er geroep te middernacht. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Dat was het tweede. Er valt een definitieve scheiding als de deur wordt gesloten. Te middernacht. Als de Heere komt, is het nacht in deze wereld. Ik zeg niet dat je dat letterlijk moet opvatten. Dat als het donker is. In ieder geval betekent het, als beeldspraak, geestelijk gezien, de nacht van zedelijke verval en geestelijke duisternis. Net zoiets als dat we nu meemaken. De grote massa in ons eigen land, in Europa. Als de ongerechtigheid vermenigvuldigt en de liefde verkilt. Te middernacht op het alleronverwachtst. Als de bruidegom vertoeft en allen in slaap gevallen zijn. Jezus komt als een dief in de nacht. Straks midden in de nacht zal de klok 12 slaan. Sirenes gaan loeien. Mensen die voor een kapitaal aan vuurwerk gekocht hebben, gaan het verknallen. Maar eens komt de nacht, jongelui. En dan komt er een vuurwerk zoals je nog nooit hebt gezien. Want heel de schepping zal gelouterd worden door het vuur van Gods oordeel. En de sterren zullen van de hemel vallen. En dan weer klinkt het geroep, de bruidegom komt. En dan wordt de deur van de genade voorgoed gesloten. Dan valt de scheiding. Dan is het te laat voor allen die zich om God nog gebod bekommerd hebben. Te laat
voor allen die hoorden bij de zichtbare kerk, maar die nooit echt een levend lid geworden zijn. Er valt een scheiding, zelfs tussen de bruidsmeisjes. En dan zou de bruidegom nog 1000 jaar vertoeven, als wij de laatste adem uitblazen, dan worden we geroepen om voor God te verschijnen. En dan komt het erop aan. Of je de Heere Jezus kent. Of je hem lief hebt. Of je God vreest. Alle 10 die meisjes staan op en ze maken hun lampen in orde. Alle 10 lijken ze gereed te zijn om de bruidegom tegemoet te gaan, maar dan komt het verschil openbaar. Dat staat in vers 7 tot 9, als u de Bijbel erbij neemt. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen, en de dwazen zeiden tot de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden zeggende: geen zins, omdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zijn, maar gaat liever tot de verkopers en koopt het voor uzelf. Nou, hier wordt duidelijk wat er mankeert bij die dwaze meisjes. Ze hebben een bruiloftskleed, ze hebben lampen, ze hebben olie in de lampen, maar de voorraad ontbreekt. En dat betekent dat een goede voorbereiding noodzakelijk is. Het is verstandig, het is wijs om vooruit te denken aan later. Het is dwaas om te denken: we zien wel wat er van komt. Hopelijk komt het goed. Zo belangrijk is het dat je zeker bent van je zaak. Vreselijk zal het zijn om er te laat achter te komen dat je zaken niet op orde zijn. Ze hebben wel olie, die dwaze meisjes, maar voor een tijd. Er is ook tijdgeloof. Op het beslissende moment ontbreekt het belangrijkste. Ze zijn door de olie van de geest verlicht geweest, zegt de apostel. Hemelse gaven gesmaakt, maar dat waren nog de algemene werkingen van de Heilige Geest. En ze missen de bijzondere werking van de Heilige Geest. En dat is als je hart wordt vernieuwd. Als je een nieuw hart krijgt, jongens en meisjes, dat God vreest. Dan mag je hopen op de heerlijkheid, op de bruiloft. Blijkbaar hebben die 10 meisjes niet allemaal hetzelfde hart. Bij die 5 was hun hart vernieuwd en bij die andere 5 niet. En ik zou zeggen, onderzoek uzelf daar eens op. De vraag is ook, hadden ze dan die olie niet kunnen krijgen? Jazeker wel. Want de bruidegom heeft genoeg olie verdiend. Toen hij in de olijvenhof, het gaat om olijfolie, toen heeft uitgeroepen: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van lijden en verlatenheid aan mij voorbij gaan. De dwaze meisjes behoefden echt niet zonder olie te zitten. Dat was nou juist hun dwaasheid, hun eigen schuld, dat ze niet genoeg meegenomen hadden, hun eigen verantwoordelijkheid. Als u misschien de conclusie trekt dat u bij de dwazen hoort, ga tot de verkopers. Nu. En dan moet je niet zeggen, op zondag wordt niet gehandeld, want het is een beeld. Je mag wel onderhandelen met de Heer, hoor, op zondag. En zeggen: Heer, ik kan niet langer zonder u. Geef me toch een hart dat u vreest en dient. Vernieuw toch mijn leven.
ga tot de verkopers nu. Niet als het te laat is, maar voor middernacht. Het is nu als het ware 11:55. En weet u wat die olie kost? Ja, je kan aan de ene kant zeggen dat kost alles. Dat kost heel je leven, heel je oude leven. Je eigen wil, je eigen gerechtigheid, je hoogmoedige gedachten enzovoorts. Dat moet je afleggen. Maar je kan beter positief zeggen, lieve mensen, het kost helemaal niets. Het is gratis, het is genade die de Heere Jezus heeft verdiend. Hij schenkt zijn Heilige Geest aan degenen die hem daarom bidden. En nu de bruidegom komt, komen ze tot de ontstellende ontdekking. Onze lampen gaan uit, de olie is op. En zo komt het verschil met die wijze meisjes openbaar. Die hielden de voorraad wel in de gaten. Er is een psalmdichter die zegt, Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. En daarom zijn die wijze meisjes in één ogenblik gereed. Ze hebben voorraad. Ze sliepen wel en dat was schandalig genoeg. Maar al zijn ze dan ver van huis, zo ver dat ze niet van de dwazen te onderscheiden zijn, als de bruidegom komt, blijkt het verschil. En dan zijn ze gereed, omdat er olie in hun vaten is. De olie van de Heilige Geest, die in hen woont en die hen gegeven is tot leidsman en trooster. Daardoor wordt hun geloof aangevuurd en de liefde aangewakkerd. Hun lampen zijn in orde. Anders is het bij de dwazen. Hun lampen zijn helaas uitgegaan als de bruidegom komt en ze knijpen vlug de pit eraf en ze trekken die een beetje omhoog en ze steken hem weer aan en een laatste flikkering van het uitdovende licht zegt, de olie is op. Je proeft schrik in deze woorden. Ze zien wel dat ze tekortkomen. Het onderscheid komt openbaar. Er valt een scheiding. Als u op uw sterfbed ligt, kunt u het niet langer doen met uw godsdienst. Of dat u zo graag in het gezelschap van de wijze meisjes verkeerde. Als de bruidegom komt, hebben we één ding nodig. En dat is de olie van de Geest die ons verenigt met Christus. Hebben we die niet, dan gaat onze lamp uit in de buitenste duisternis. Hoe moeilijk is het soms om het schijngeloof te ontmaskeren. Maar de Heere ziet het hart aan. Wij zien aan wat voor ogen is. Het zal wat zijn als je denkt binnen te gaan en de deur wordt voor je neus gesloten. En hoe hard je ook roept, doe hem open, doe ons open. Wij hebben in uw naam geprofeteerd en we hebben in uw naam duivels uitgeworpen. De gaven van de Geest. Die God ook schenkt aan mensen die nog geen nieuw hart hebben. En dan zal het antwoord zijn, maar ik heb u niet gekend. Waar is je liefde tot Christus? Er is geen verzoening gedaan door zijn bloed. Je hield je in leven met wat spreuken en bevindingen, maar je miste de zaligmaker tot je eigendom. De dwazen zeiden, geef ons van uw olie tegen de wijzen, want onze lampen gaan uit. Maar het is te laat. Ze komen tot aan de deur en verder niet. Wij kunnen niet voor elkaar geloven. Dat is een persoonlijke zaak. Dat moet je zelf doen. Je kunt als predikant bij een sterfbed staan van iemand die wanhopig is.
En die zegt, geef mij van uw olie. Het enige wat je doen kunt is zeggen, koop olie voor uzelf. Concreet, sla je gebroken oog op Jezus. De slang in de woestijn verhoogd, wie gebeten was door de slang en gedoemd om te sterven. Eén blik, één geloofsblik op de slang en ze waren genezen. Je kunt behouden worden, zelfs aan het eind van je leven. Al staat er maar één geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. De deur werd gesloten. Daar staan ze, die vijf dwaze meisjes. Ze zijn te laat, de deur is dicht en zij staan buiten en ze roepen en ze kloppen. Heere, doe ons open. Een wanhoopskreet. En daarbinnen is het zo licht. En daarbuiten is het zo donker. Ze hebben hem toch gediend en ze wilden zo graag naar binnen, maar de deur blijft gesloten. En er komt een stem van binnen. Ik ken u niet. Ik erken u niet. Het is je eigen schuld dat je buiten staat. Je hebt niet gewild dat ik koning over je zou zijn. Oh, dat is met geen pen te beschrijven, gemeente. Het zelfverwijt wat je dan zult hebben. We hebben ons niet op tijd van olie voorzien. Tevreden gesteld, misschien met uiterlijk vertoon. De wijzen zijn voor eeuwig binnen. En de dwazen zijn voor eeuwig buiten. En waarom heeft de Heer Jezus deze gelijkenis nu verteld? Nou, om ons te waarschuwen, daarom lazen we in de conclusie, in vers 13, zo waakt dan, want gij weet de dag niet, nog de uren in welke de Zoon des Mensen komen zal. Waken en bidden, ervoor zorgen dat we olie in onze lampen hebben, om te getuigen. Het gaat niet erom, het gaat niet in de eerste plaats erom, als ik maar in de hemel kom. Waar het om gaat is het licht verspreiden. Getuigen van de zaligmaker. Roemen in Christus. Wijzen op hem. Anderen meenemen naar hem toe. We moeten voorraad hebben en aangesloten zijn op de bron Christus, vervuld met zijn geest, gedreven om ons licht te laten schijnen, opdat ze onze goede werken mogen zien. Het gaat erom dat we bereid zijn, gemeente. En als u dat nog niet kent, dan moet u vanavond op oudejaarsavond bedenken dat de deur straks onherroepelijk in het slot valt. Maar ook, nu kun je nog olie kopen. Nu is er nog genadetijd. Nu is er nog een volheid van genade. Een overvloed. De Heer Jezus heeft zoveel verdiend dat we allemaal kunnen zalig worden. En de winkels zijn nog open. Haast u wel. Want als vanavond de deur voorgoed in het slot valt, dan wordt het binnen of buiten. Ontstellend. Om voor eeuwig buiten te zijn. Zalig te hebben kunnen worden. En het niet gewild. En als je bij die 10 hoort, onderzoek eens hoe het met je voorraad staat. Ben je gereed? Met de kennis van de bruidegom, de persoonlijke relatie. Door het geloof staat of valt je leven. De geest verheerlijkt Christus. En dan zal hij zeggen, ik ken u wel. Je hebt zo vaak aan mijn voeten gelegen en gebogen en gesmeekt om genade. En die heb ik mild gegeven.
altijd gevraagd om de olie van de Heilige Geest. En je fakkel heeft gebrand. En anderen zijn daardoor aangestoken en tot mij gekomen. Ga in de vreugde uws Heren. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Amen.